En die gewoon Kunde. samenwerkt. Dat is mogelijk. Ik Kunde vrees vrienden. alleen wel dat als we dat allemaal gaan doen, dat de kans kleiner wordt dat we per partij minder stemmen gaan krijgen. Ja, maar Vince, kijk, we hoeven alleen maar onze concurrenten uit te schakelen. Ja, maar twee schaduwpartijen lijkt me al meer dan genoeg. Als we echt vijf of zes Ja, gaan oké. maken, Okay. dan wordt het op een gegeven moment competitive, want dan zie je het patronen. Ja, maar kijk, als je we acht partijen hebben, dan hebben we Ja, nee, genoeg. vanaf drie Nog wordt het. meer. Drie is max. Drie is Vince, minimum, dat is max. Met acht partijen Zijn kunnen we we net. fucked? Dan zit hier de rest van. Ja, de politiek staat nergens meer op en dan gaan ze niet meer stemmen. Dan gaat niemand meer stemmen. Kijk, leuk Dus is, dan dan ga kunnen ik we ook een niet meer stemmen. Dan 8-way ga ik 6 ook niet war meer stemmen. kiezen. Dan ga ik Kunnen niet stemmen fuck op andere komen. partijen. Dan zeg ik ook zo van ja, kijk. Ja, Vince. Kijk, als niemand meer stemt, je kan zelf altijd nog op je eigen partij stemmen. Dat kan niet. Ah, Je mag en je partij legaal dat is niet op gewoon je eigen op partij de stemmen. meest rechtse partij die het meeste meningen met mij deelt stemmen. En die wint dan. Remco, je realiseert wel dat waarschijnlijk als we zoveel shadowpartijen hebben, dan wordt de kans groter dat we onderling competitief opeens gaan worden. Dat zit Ah, oh, dat van. zijn we al. Ja. Ja, Zijn nou we ja, al. daarom, dat is toch niet slim. Dat is niet Dat is een slim. van de dingen Dat is die je het hebt enige gemist, is let. wat we willen, Remco. Niet hetzelfde. Let ik even op de ding waar we over hadden, was dat toen jij de macht had gekregen met je politieke partij, dat wij gewoon de macht van jou over zouden nemen. Wat? Nee Ja, hoor. nee, daarom is een van de paragrafen onder de partij dat er geen toegang is tot groepen binnen de partij. Hoe dat precies onderhouden werd, dat weet ik ook niet. Maar dat is wel Ik een van weet de er dingen. genoeg. Ja. Hoe dat onderhouden Okay. We kunnen ook gewoon ieder partij een eigen kant starten. Dan gewoon een random civil war tegen elkaar starten. Gewoon voor de lol. Gaat hij hem die geluiden? Druk het hoor. Gewoon voor de lol, civil war tegen elkaar. Honderdduizenden mensen sterven. Maar wij zitten gewoon in de lol. Ik denk dat we oorlog gaan ons land. Nogmaals, onthoud. Maar 20% van ons hele land wil oorlog gaan om ons land te beschermen. Waarom de fuck zouden zij in oorlog gaan voor willekeurige partijen? Niemand houdt van Nederland. Het is zo van, hè? Partij van alle Remco's, wie de fuck is dat? We hebben Milo. We hebben Milo, ja nee, even een punt, ja, we hebben Milo. Milo gaat gewoon head first in de machine gun. Hij is de grootste patriot. Hij is wel echt letterlijk de grootste patriot ooit. Milo die heeft echt een hele battleplan gepakt om één machine gun te nemen. En dan voordat hij het gaat aanvallen realiseert hij echt dat de machine gun al 5 jaar geleden is uitgeschakeld. En dat de oorlog eigenlijk al over is en Nederland gebombardeerd is. Hij zou gewoon zelfmoord plegen voor Nederland. Kijk Vince, daarom gaan we ook naar de modernere Blitzkrieg. We geven iedereen een fiets. Waarom zou je dat ook? Nou ja, ik zit wel. Yes. Ongeveer elke Nederlander heeft zijn twee fietsen tot hun beschikking. We hebben dubbele blitzkrieg. Drie. Ja, dat is mooi. Oh, is het al nog meer gestegen? In mijn Remco. Het is nu drie per persoon. Remco, als we de Civil War er is, dan gaan we dus een YouTube video maken. En die heet Hard Survive in the real life. Civil War! Civil War! Ja, maar in ieder geval, als we gewoon iedereen uitrusten met een fiets en een machine, dan kunnen we... Civil War! Civil War! Echt door België met een fiets. Civil War! Kan het ervaren in je leven. Hey, Finn, moest je ook zo hard lachen om Remco? Ja, dat was wel mooi. Hij zei, wat zei nou, oké? Okay? Hij zei, oké, okay, dus. Wat een man. Dat is bisexueel. Dat was zo droog. Dat was echt mooi, of dat? Jouw lach maakt dat natuurlijk ook weer zo erg. Ja, maar lekker. Dat is gewoon mooi. Dit was dat hele hoge. Wat was dat ook alweer? Ik heb het opgenomen. De strategie is vooral om gebaseerd op een fiets. Wacht, what all more applications are using iTunes script interface? Are you sure you want to fit? Voor ons is dan allemaal geüpload, je kan ze pakken als je wilt. Oké. Oké, jij wint. Hij wordt
guess that animal. Dat is Binnig. Itaflores. Hey, ben ik dat? Hij is inderdaad een beest. In bed, op. Oké. Ben ik dat? Ja, je weet het niet. Maar in ieder geval is het. Heb je nog iets gehoord over Dark Wolf? Of dat hij nog terugkomt of niet? Nou ja, ik zal je een leuk verhaal. Het is geen Lost. Kom je nog terug in de server of niet? Je mag alleen meedoen in het event als je er namelijk in zit. Maar eigenlijk, je hoeft het mij niet te zeggen. Hier is het link, je maakt de keuze of je joint. Zei ze. En hij legt het uit, helemaal top. Nee, ben een beetje klaar mee. Ben toch compleet, quote-unquote, nutteloos. Ben een beetje klaar. Even afkoelen is geen probleem. Maar deze link is één dag geldig, dus neem je tijd. Ik kijk morgen wel weer. Ik zeg, jullie waren beide even kut, dus ik ben hier helemaal neutraal. Maar goed, van fouten leren, dus denk even na wat je doet. Van fouten leren. Ja, of tien. En ik zit zo van, deze discussie was letterlijk vingerwijs politiek. Jullie zijn beide, zeg bij dat de andere de reden was dat het potje was verloren. Dus er was geen goede kant hier en daar heeft gewoon niks gezegd. Hij wist dat hij de reden was. Ja, 100%. Maar goed, uiteindelijk, hoewel ik het met eens met... Ja, hoewel ik het wel eens ben met Remco met wat hij zei, want Dark Wolf was hun gewoon aan het zeggen dat het eigenlijk compleet zijn schuld was, wat niet helemaal het geval was, hoewel sommige keuzes misschien niet de beste keuzes waren. Was het eigenlijk ook hoe het ook was, ik moest alles goed. Ik heb het gehoord, ik heb niet zin om nog 15 keer allemaal discussiedingen te veilen, dus wat er gebeurt, het is gebeurd. Maar, laat zeggen, jullie hebben beide verkeerde keuzes gemaakt. Maar Dark Wolf heeft er wel wat meer gemaakt. Ja, hij heeft het erg gehoord, denk ik ook. Ja, weet hij heeft je, het kijk, wel erg hij is af en toe waardig natuurlijk, maar er is niks mis met hem. Nou. Maar hij heeft het wel het meeste gepest. Het is echt een opperjochie, hoor. Jezus. Hij is aardig zo, Peter. Dat is wel een goede grap, hè. Basically, ik heb nog nooit echt normaal kunnen communiceren. Tot de Weltkrieg server was, heb ik al een jaar lang geen contact meer met hem gehad. Gewoon vanwege hoe kloot ik überhaupt met hem om kon gaan in Hardzijn 4. Ja, ik vind het echt een opperjochie. Gewoon toen ik oorlog verklaarde gelijk helemaal, dat mag niet. Ja, hij was echt ja nee, je had het gezien. Ja. En toen was Rokus gewoon, ja, mij niet uit omdat hij 18 was. Hij was, mag alsnog 10, ik zit gewoon. Ja, hij is wel een jochie, ja. Dat is geen levensgeniet, leuk. Nee, ja, dat is niet eens het grootste probleem. Het is gewoon... Hij wil gewoon nooit zichzelf de schuld geven over alles. Altijd ieder... Oh, wacht. Zit ik hier? We gaan. Ja, hier. Hallo mensen, van Zwarte Vogel, welkom terug bij Gloednieuwe aflevering. Vandaag filmen wij Discord met een WhatsApp gesprek. Maar zit je nou weer ondersteboven? Jij zit ook ondersteboven, ik doe jou naast je. Nee, jij zit ondersteboven, helemaal. Wat? Hoe werkt dit? Hallo? Wat ben jij aan het doen, joh? Wat ben je nou? What the fuck? Wat is dit nou, joh? Ja, ik begrijp er niks van, joh. Hallo? Goedemiddag. Hallo? Ja, helemaal mooi. Ik doe het gewoon zo. Oké. Jumpscare. Helemaal goed, bro. Oké, dankjewel. Nou, niet zo even zien. Maar gewoon even lekker aan het genieten. Oh, mannen, wil je wel leuk zitten? Ja. Je weet toch wel van Steam dat Big Picture Mode kut ding? Ja. Ja, dat bleek dus in... Ik had laatst een nieuw spel gekocht, dus er was zo'n fucking... ik ging kijken bij de Point Shop en er was er zo... Ja, voor Big Picture heb je nu zo'n inlog dinges. Dus ik dacht van... Laat het kopen. Dat was 3000 punten. Ik dacht van, nou weet je, ik gebruik nergens anders voor. Laat ik het gewoon gebruiken. Alleen om te realiseren dat het niet werkt. Ik was zo van, what the fuck. Dus ik ging even rondkijken. Bleek het dat er stond... Ja, deze animaties zijn voor Big Picture en Steam Deck. Maar ze zeiden dat omdat één van de animaties was van Big Picture. De rest was allemaal Steam Deck, waaronder degene dat ik had gekocht. Oftewel, het ding wat ik heb gekocht kan ik alleen maar gebruiken met een apparaat dat ik niet heb. Oh, en hij is niet refundable. Steam Deck, ja, dat is fucking duur. Ja, ja, daarom. Helemaal. Dus ik heb gewoon, dus ik heb nu gewoon een allemaal gekocht voor een ding dat ik misschien ooit in de dag ooit misschien heb. Helemaal mooi, top. Zie je, dat is mooi, hè? Het is echt mooi gewoon. Het is eigenlijk heel erg cringe, maar dat maakt het mooi. Het is cringe. Het is kut, daarom is het mooi. Ik ga lekker GTA, joh, je wil niet weten.
Oeh, nice, GTA. Ik moet jou hier wel vinden. Ik hoop dat hij nu niet hoeft te weten. What the fuck? Nee, die ga ik. Nee, wat? Nee, wow, nee, wow, 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 wow. Hey Vince, your nemesis will join you. Mijn ogen. Give me that nut. Mijn hey. Ogen. Mooi. Geef mij die nut. Je zou bijna zeggen dat het dat nut. Ja, dat is nu letterlijk precies bezig. I love pussy and pussy loves me. Zegt hij dat echt nu? Nee, dan nog. Oh, nu? Ja, nu! Nee. Geef mij die noot! Het is wel heel agressief hoor, hij wil echt die noot hebben. You know what I think. Pa-pa-pa-pa-pa! Oh, yeah. Oké, man, jullie hoeven nog niet mee. Remco, je hoeft toch niet de 60 John, ik ben nu een aquarium. Oh, the pussy is the life for me. By the way, ik ben nog aan het opzetten. Spread your legs up before me, why? Why? Fuck this shit, so let me put my dick inside. Why? YMCA. Geen idee waar je vraagt, het zal geen woord schelen. Ik verpest het helemaal als altijd. Ik word dit, dat ik neuk elk muziekje. YMCA. Give me that note. Give me that note. Give me that. By the way, komen er anderen ook nog GTA of niet? Nee. Ik ben dit spel eventjes aan het uitspelen. Het heet Bomber Crew. Bombardeer! Bemanning. Yeah! Wat was dat? Hey, maar Finn, heb je dit spel echt al een keer helemaal uitgespeeld? Bijna helemaal. Nee, het ding is, niet helemaal, niet de hele campaign, maar wel op een punt waarvan ik zat van, nou ja, ik heb nu genoeg van gehad. Want ik was op de helft of zo en het werd een beetje repetitive. De speciale missies zijn leuk, maar je moet daarvoor best wel wat eerste normale missies doen en die werden best wel lastig. En dus ik kon niet optioneel missies doen. En op een gegeven moment had ik zoveel shit unlocked en zo weinig geld om te spenderen dat ik extra missies moest gaan doen, degene die echt lastig waren. Dus je moest elke keer optioneel missies gaan doen voor de... Ik moest optioneel missies doen voor de optioneel missies, voor de main missions, en dat werd gewoon repetitive. Ben je een paar keer je bommenwerper kwijtgeraakt? Maar wel in een aparte save. Ik heb nooit in dezelfde save meerdere bommenwerpers kwijtgeraakt. Meestal was ik zo één keer mijn bommenwerper kwijtgeraakt, maar ik had altijd, omdat ik niet mijn units wou verliezen, want ik had echt iets van 19 gestopt in survivability, dus ze hadden bijna allemaal overleefd, maar er was die één man die niet had overleefd, dacht ik... Onacceptable! Dus ben ik helemaal opnieuw begonnen. Daarna zie ik ze van, ik heb opeens geen zin meer in het spel, wie had dat nou verwacht? En dan spoken niet meer, en dan zie ik ze, oké. Dat is echt een fin moment. Ja, gewoon, ik verlies, kan niet accepteren dat ik verlies, ik speel het opnieuw, en ik heb geen zin meer te spelen. Dat is gewoon fin 2023, dank u wel voor je tijd in de mening. Hi. Ja. Yeah. Die heet is Finn. Ik stop mijn stem. Mijn stembanden kunnen worden gezien als kapot. Het klinkt wel heel mooi. Kunnen we ze? Altijd wegmaken. Vince, is Rick nou ondertussen op de Welsker gejoind? Want ik zie hem nog steeds niet staan. Hij is nog steeds niet gejoind. Maar hij heeft één dag om een besluit te maken en daarna dan is het gewoon zijn tijd voorbij, dus dan ik heb ook gezegd dat ik niet de hele tijd aan Zielen ga zitten, dus als hij niet wil joinen met deze invite, dan komt er waarschijnlijk niet een volgende, behalve als hij er specifiek om gaat vragen. Dus, I know, we zullen zien. Ik heb letterlijk nu Dark Wolf een soort van de server uitgejaagd, dus moet ik eigenlijk, wil ik best wel hem nu onder moede nemen, maar... Oh, Rick, moet ik wel even weten wie het is. Oh, Rick. Oh, ja. Dat het nog had over Dark Wolf. Nee, Rick heb ik ook een invite gestuurd, maar hij is toch niet online, dus nou ja. Hij komt nog wel een keer. Dat regel ik wel hoor. Hij heeft het spel al, Ja, zeker. Hij heeft ook al Sportigo gespeeld. Niet goed, maar hij heeft wel Sportigo gespeeld. Ik heb een probleem. Ik ben een wiel kwijt. Wat moet ik doen? Landen en hopen dat je niet sterft. Als je een wiel kwijt bent, dan heb je gewoon geen probleem mee. Je moet van Lego even een stoekendijven doen richting de airfield en dan is een 180 omhoog. Ja, nee, dat is het kutte team. Als je een wiel kwijt bent, dan ben je fucked. Je moet komen tot het punt waar je de nieuwe wiel kwijt bent. Het is mij 0 keer gelukt om de wiel zonder wiel
normaal te landen. Nou, kan nog steeds zijn dat iedereen het overleed omdat je al op de airfield landt. Maar de kans is nog steeds dat je iemand gewoon kwijtraakt omdat je niet met één wiel landt. Dus hij telt het nog steeds als crashen. Is het wel minder heftig dan normaal crashen, maar nog steeds de kans is groot dat je iemand kwijtraakt. Dus of je nou zonder wielen doet of met die ene wiel, dat maakt niks uit. Het beste wat je nu gewoon kan doen is landen op de airfield en preën. Iedereen gewoon op goede plek houden. Je zal waarschijnlijk wel moeten betalen voor nieuwe bommen hebben daar tegen succes. Ja, helemaal kut. Ik kan echt alles unlocked, hè. Alles. Alles. Allemaal omdat ik één band kwijt ben. Heb je ook ammo vet dingen dan? Ja, ik had alles. Ik had echt goede guns en alles gekocht. What the hell? Ik had full upgrades van meeste dingen. What the hell? What the hell? You are a failure. This is a failure. You use calculator and have the iPhone. Your nephew in Asia, do you know what he had? He had nothing. He had to make electricity with his bare hands. He had to do calculus on his fingers. He didn't have no calculator. And electricity, he did not work with it. He invented it. You're a failure. Failure. You speak the language of failures. Mijn stem is kapot. You have a B, what the hell? What I have hell? A way to failure. Waarom zou je dat doen? Ik mean. Zeggen, is it possible to land with only one landing gear? En dan zeggen ze, yup, you can land normally. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd of dit tegen. Ja, nou, misschien denk ik er gewoon verkeerd, kan ook hoor. Ik ben ook gewoon jonkert in mijn spel. Ik denk dat jij eigenlijk Deel je scherm. Ja, gaan we zien hoe we allemaal doodgaan? Ja. Ik neem het op. Normaal is, ik ben maar één keer geland en dat was gewoon met één wiel en dat ging niet goed. Toen denk ik het één keer zonder wiel, dat ging ook niet goed. Misschien dat diegene met wiel gewoon ongeluk had. Maar door je scherm, ik ben benieuwd. Waarom staat er kit niet? Get the fuck out of here. Oh, er staat let on the roof, vandaar dat er niks beneden is. Dat is begrijpelijk. Hi. Oh, je bent al gejoined. Ik vind het ook gewoon leuk dat ik niet bevriend ben met Remco. Ik zie niks. Niet? Omdat je niet weet wat je doet, ik zie het namelijk wel. Gaan. Zie je het? Kijk, hier staat hij gewoon lekker. Nou ja, online staat dat is mooi dan. Ja, dat is makkelijk, joh. Ja, je zou in het echt, ja, echt overleeft hij dit. Makkelijk zelfs. Je hebt een beetje schade. Niet zoveel, kijk, niet zoveel. En dan opeens valt hij. Check this out. Kijk, omhoog. Kabel. Nou, dat betekent iedereen sterft. Dat is echt zo kut. Kut. Ah, ik val. Heerlijk, iedereen is ook gewoon dood. Net echt. We slaan dat op, dat was belachelijk. Maar kut, dit moet niet opgeslagen worden. Failure. Bekende laatste woorden. Dit moet niet opgeslagen worden. Ik zei quit the game. Failure. Als dit opgeslagen ben ik al mijn crew kwijt, ben ik mijn bommenwerper, kan ik het goed gelijk opnieuw beginnen. Of leeft hebben, hè. Nee, iedereen was dood. Ja, nee, dat staat links, dat staat aan de linkerkant dan. Ik maar zag het, iedereen dood was dood. Ja, nee, maar dat is, nee, dat is alleen maar, oh, nou, dames en heren, Dark Wolf is weer terug. Hij is wedergekeurd. Hij is weer in de server. Maar iedereen was gewond. Niet echt dood. Dood is namelijk, dan wordt ze licht grijs. Dan heb je geen helper meer. Er zijn een paar doodskopjes, hoor. Ja, maar doodskopje is gewoon van gewond. Ik weet ook niet waarom ze dat hebben gedaan. Volgens mij niet opgeslagen. Aan het sterven. Wat? Harder sterven nu de hele tijd. Ik zie alleen maar sterven overnieuw. Het is niet belangrijk, don't worry about it. Ik ben een professioneel, maar fuck. Hey Finn, hij heeft het niet opgeslagen. Finn. Hij heeft het niet opgeslagen, Finn. Oké. Nou, dit keer probeer je wiel te behouden. Dat is gewoon mijn tip. Ja, maar ik had hem echt top gedaan, maar gewoon het wiel is gewoon weg. Goed, Remco, ik ben boven. Lekker spelletje. Auw. Hey, misschien moet ik even mijn armor dragen.